Coach Urbain Spaanhoven, eerste verlies van het seizoen vandaag. Ja, wat liep er mis? Ik denk wel liep er mis. We hebben een defensieve fout gedaan, die is afgestraft. En zij hebben er veel meer gedaan en wij hebben die niet afgestraft. Dat is het verhaal van heel de wedstrijd. Hè. Je hebt genoeg kansen voor de wedstrijd naar je toe te trekken. Je hebt 75% baas geweest. Thuisploeg heeft volledig in de omschakeling gespeeld vanaf minuut 1, volste recht. En dan doe je een defensieve fout in, die wordt afgestraft. Waar zat dat dan fout? Wat is dat weinig fout, denk ik. Als je de tweede helft bekijkt, je gaat naar het balbezitpercentage, dat is overweldigend. En je hebt ook de kansen gehad. Natuurlijk, als je in zo'n kleine ruimte speelt, dan krijg je geen 10 open kansen. Hè. Dat weet je ook, dat er eens een bal goed moet vallen. En dan constateer ik dat die ballen bij ons echt niet... Het was een kwestie van net niet. Hè. Ballen die net overgingen, net naast, net niet. En bij hun, oké, dat is een uitstapfout, dat mag niet gebeuren. Ja, u gaat waarschijnlijk zeggen dat het er niet toe doet, maar ja, met vandaag te verliezen is de periodetitel volledig verdwenen. Wat zeg je? Met vandaag te verliezen is de periodetitel nu volledig niet meer te halen. Ja, maar goed, dat was een inzet van de wedstrijd voor hen, niet voor ons denk ik. De inzet van de wedstrijd was dat je op de leider wil komen winnen. En dat je minstens, en dan druk ik toch wel minstens, iedereen dat de wedstrijd gezien heeft, hier in het stadion. Hè, want soms worden er wel speculaties gemaakt dat je het niet gezien hebt ook. Maar als je de wedstrijd gezien hebt, dan weet iedereen dat je minstens een punt verdient. En dat je eigenlijk een zeer degelijke wedstrijd hebt gespeeld tegen Van der Gieken. Een ploeg die zich volledig heeft in de omschakeling laten wegdrukken. En uiteraard, ja goed, als je dan een fout maakt, gelijk als wij, dan wordt dat afgestraft. En dan heeft de winnaar altijd gelijk. Ik vond Neerpelt zeker niet slecht, maar ik heb tegen beter ploegs al gespeeld. Dus wat dat betreft is de ontgoocheling bij mij toch groot genoeg, omdat dat een tegenstrever was dat zeker haalbaar was. En nu hebben die 4 punten voor in de periodentitel, proficiat aan hen, maar de competitie is absoluut niet gelopen. Natuurlijk zuur, hè, want dat is een wedstrijd dat heel intens wordt gespeeld en waar je van verwacht dat je laat zien dat jij de leider moet zijn. Ik vond dat we dat op veld ook hebben laten zien, maar jammer genoeg niet op het scorebord.